Fish sticks zijn een geweldige hit bij kinderen en ik moet zeggen, ik eet ze eigenlijk ook wel graag. Nu, gezondheidsexperts die zeggen dat het aanbevolen is om 2 keer per week vis te eten, maar ik vraag me af, als je je beperkt tot fish sticks, voldoe je daar dan aan? Nathalie, onze voedingsexpert, is er komen bijzitten en jij gaat daar zeker het antwoord op weten. Je hebt 14 van die producten getest, maar laat ons beginnen, Nathalie, bij het begin. Waarom is vis eten zo belangrijk voor onze gezondheid? Wel, vis bevat eigenlijk meervoudige onverzadigde vetzuren, waaronder omega-3-vetzuren. En deze zijn van belang om ons te beschermen tegen hart- en vaatziekten. En ze dragen ook bij tot de ontwikkeling van de hersenen en gezichtsvermogen bij kinderen. Dus eigenlijk, van gelijk welke leeftijd, iedereen moet zijn best er voldoende van te consumeren. En onze Hoge Gezondheidsraad raadt daarom aan om 2 keer per week vis te eten, waarvan 1 keer vette vis. En om ook te variëren met de soort en de herkomst van de vis die je kiest. Oké. Nu, fish sticks, ja, de naam zegt het zelf, daar zit vis in, maar niet uitsluitend. Hè? Welke ingrediënten vinden we nog terug in die producten? Ja, bij de fish sticks heb je eigenlijk 65% vis en de andere 35% is eigenlijk een stuk deeg. Die bestaan uit water, bloem, olie en zout. En een ander deel zijn chapelure en kruiden. Dat is wat eigenlijk op het etiket staat. Maar we zien eigenlijk in de praktijk dat vaak producten 1-3% minder vis bevatten. Oké, we hebben ze hier allemaal uitgesteld, we hebben ze uit de diepvriezer gehaald, hopelijk niet te lang. Wat was nu de beste van de test? Welke producten scoren het beste? Wel, de beste van de test zijn eigenlijk de fish sticks van Iglo, de gewone en ook de omega-3 variant hier. En dan heb je er nog een aantal van gemiddelde kwaliteit en die zijn dan soms ook iets goedkoper. En we hebben ook een beste koop van Jumbo of Albert Heijn. Oké, zijn er zo nog dingen die ik moet weten? Wel, bij de extra large verpakkingen hebben we eigenlijk ook gezien dat de extra large verpakking van Hilo Omega 3, dat die eigenlijk 7% minder vis bevat dan de kleine verpakking. Dat is raar. Dat is eigenlijk een beetje betreurenswaardig, aangezien dat vaak gezinnen toch die grote verpakkingen kopen, omdat dat gemakkelijker is en ook vaak iets goedkoper. Ja. Maar dus als je meer vis wilt, koop je in dit geval eigenlijk beter de kleine verpakking. Nathalie, je hebt in het begin gezegd dat omega-3 heel belangrijk is voor de gezondheid en dat we daarom vis moeten eten. Dus logische vraag, vind ik die omega-3 ook terug in fish sticks? Ja, je gaat omega-3 terugvinden in fish sticks, maar het is niet de beste bron voor omega-3 eigenlijk. Omdat de vis die gebruikt wordt voor fish sticks te maken, Alaska koolvis, eigenlijk een magere vissoort is en die daardoor dus minder omega-3 bevat. Als je het wilt vergelijken met onze fish sticks, zagen we zo'n 0,3 gram tot 1,3 gram omega-3. En bij zalm heb je eigenlijk 1,5 tot 2 gram per 100 gram omega-3. Oké, okay. Ja, dus dat verdient wel de voorkeur dan. Want ik moet zeggen, bij mij elke vrijdagavond, ik schaam me bijna om het te zeggen, worden er fish sticks gegeten? Ja, is dat dan wel verstandig om dat wekelijks te doen? Als je kijkt naar de voedingsdriehoek, dan staan eigenlijk fish sticks in de grijze zone. Dus pure vis verkiest altijd krijgt de voorkeur. Okay. Maar ja, natuurlijk, als je kinderen nu echt niks anders willen eten van vis dan fish sticks, dan doe je daar nu ook niet verkeerd mee om dat dan wekelijks op het menu te zetten. Op die manier krijgen ze toch een bepaalde hoeveelheid omega-3 binnen. Ja. Wat kan een goede tip zijn om het toch te proberen, eigenlijk ook andere vissen te laten eten, is eigenlijk op dat moment ook een keer zalm of een andere vette vis op tafel te zetten, die dan voor jou en je vrouw dan. En dan kan je de kinderen eens laten proeven. En dan misschien in de toekomst eten ze dan ook wel een keer iets anders. Wie weet. Laat ons hopen. Nog één ding. Ik zie hier ook vegetarische alternatieven staan. Dus vegetarische fish sticks, ze bestaan ook. Aanrader of niet? Die producten zijn eigenlijk vaak altijd ultra bewerkt. Mm-hmm. Dus wat je denkt dat het dan gewoon een combinatie is van groenten, dat is meestal niet het geval. Er zitten dan ook additieven in en smaakstoffen. En in dit geval bevatten ze ook eigenlijk andere voedingsstoffen dan de fish sticks. Ze bevatten wel omega-3, maar dit meestal in kleinere hoeveelheden en ook van plantaardige oorsprong. En tot op heden hebben die niet dezelfde gezondheidseffecten eigenlijk dan die van dierlijke oorsprong. Dus wil je dan vegetarisch eten, dan kies je eigenlijk beter voor minder bewerkte of onbewerkte producten zoals linzen of kikkererwten of tofu. Ja. Oké, Nathalie, dank u. Het was heel interessant. Ik ga proberen samen te vatten. Fish sticks kunnen zeker een gezond alternatief zijn voor gewone vis, maar gewone vis zal altijd de voorkeur krijgen. Mag ik het zo zeggen? Voilà. Wil jij er meer over weten? Neem dan zeker een kijkje op onze website.